Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Solink met Jordi van de Super Guys. Allee. Het wordt tijd om de tweede gym te gaan doen. Ja, we gaan vandaag een Misty doen, kijk hoe dat loopt. Oh god. De loading screen is lang van deze game, holy shit. Ja, een beetje aan de lange kant, maar ja. Ja. Ik had een fout gemaakt met voorbereiding. Ik dacht van, we moeten hier level 20 voor zijn. Nope. Nee. 19 is hier het hoogste. Dus ja, oeps. Ja, nou ja. Kan gebeuren. Dat scheelt ons alleen maar weer, hè. Nou ja, het maakt sommige fights dan wel een stuk makkelijker. Van ik denk van, ja, precies. Een beetje extra spanning kan geen kwaad. Nee, precies. Dat sowieso. Maar dan hebben we misschien later wel wat meer spanning. Ik heb in ieder geval geen super effectieve aanval op mijn Pokémon's. Dus voor mij kan het alsnog zijn dat het wat langer duurt. Ja, trouwens, ik heb die elektrische aanval op mijn Eevee. Maar ik wil ook niet steamrollen met Eevee, zeg maar. Nee, dat snap ik. Nee. Dat snap ik heel goed, want... Kijk, als je deze game heel moeilijk wilde maken... Geen partner-Pokémon. Nee, precies. Nou ja, dat had... Ja, heel moeilijk. Ja, ik weet niet of het heel moeilijk is dan. Het hoeft niet per se heel moeilijk te zijn zonder partner-Pokémon. Je hebt geen Hupplepuff tot je beschikking, hè? Geen starter dan. Nee, dat weet ik. Maar dat is toch niet zo heel erg? Nee, maar je merkt het verschil wel. Ja, tuurlijk. Ik vind die Eevee ook wel... Met Eevee kan je alles gewoon zo doorheen, zeg maar. Het is... Als die Eevee... Als ik zeg maar, als we het nu opnieuw zouden doen... Dan zou ik voor kiezen om die Eevee niet te gebruiken. Ja. Ach. Nu heb ik hem toch, dus ja, ga ik hem ook gebruiken. En opnieuw beginnen ga je dan toch niet doen. Nee, precies. Zo. Healen en dan is het Misty tijd. Nu al? En de rest van de... Ga je die andere twee niet doen, die andere twee trainers? Ge-one-shot met Bellsprout. Wauw. Hey, ik heb een banaan, gebruik hem ook. Even kijken. En dan doe ik je een alley-oop en dan reageert Milan niet eens. Wat flauw weer. Ik snap het niet. Laat hem maar. Je zei, dan heb ik een banaan en dan gebruik ik hem niet. Ik merk dat ik even het niveau een paar tandjes naar boven moet doen in het geval van Milan. Ja, ik ga er heel even uit dat het seksueel getint humor was, zeg maar. Maar ja, hij kwam niet binnen meteen, zeg maar. Als nou, dat van... had ik wel moeten. Ja. Het niveau is hoog vandaag. Gelder. Ja, oké. Okay. Voor Starmie ga ik wel wisselen, want ik heb wel vertrouwen in Bellsprout. Maar Bellsprout is en blijft een poison type. Dat klopt, ja. Dat is niet opeens veranderd. Ik heb geen zin om opeens Psychic op mijn kop te krijgen. Nee, precies. Heeft hij Psychic? Of gewoon een psychic aanval, zeg maar. Ik denk een psychic aanval. Hij zal Confusion hebben, denk ik. Ja, Confusion. Psywave. Dat zijn helemaal kloten. Want Psywave kan net zoveel doen als een psychic. Oké. Okay. Maar kan ook en waar ligt dat dan aan? Het is gewoon een bepaalde radius. Oh. Dus het kan 10 damage doen, het kan 40 damage doen. Oké, heftig. Nou, dat miste hij al. Hij heeft nog een scald op mijn bek gekregen. Was je geburnt of niet? Nee. Had gekund. En dan ben je helemaal klaar. Oké, Houston, any Pokémon lives in the water. Prima. Psyduck, ga je gang.
Wat heb je geleerd? Watergun of... Scald. Krijg je Scald? Ik krijg Scald. Wauw. Ik zeg toch, deze game geeft je goede TM's, man. Ja. Dat is wel iets anders dan hier. Waterpuls is ook nog wel goed. Waterpuls is wel een oké aanval, ja. Zeker low level. En extra confuse chance is ook altijd wel mooi. Oké, nu moet ik alleen wel voor weer nadenken. Wie had ook weer de volgende... Oh, ik ben wel geburnt. Wow. Wie had ook weer nou de volgende... En ik had het, want kijk... Cerulean... Daar kunnen we gaan vissen, maar we hebben nog geen rot. Dus dan kunnen we niet vissen? Nog niet, althans, nee. Mm-hmm. Wacht, zit vissen in deze game? Ja. Oké. Even kijken, waar... Rot, Pokémon... let's go. Ja, where to get surf. Mijn gevoel kan je. Nou, unlike the... Nee, die fishing rod is dus nee. Oké. Nee. Dus dat is pas met surf. Dus dat duurt dan maar even. Ja, precies. Goed, ik ben aan het healen en dan kunnen we verder. Mm-hmm. Wie heeft de volgende encounter? Ja, was ik even aan het nadenken van... Mm-hmm. Voor mijn gevoel... De laatste pair die wij hadden gemaakt... Psyduck en Charmeleon, toch? Of niet? Nee, dat was Venonat. Oh ja, die was in theorie daarna nog, ja. Venonat en... Ik wil zeggen Meowth, maar ja... Oh, dat zou goed kunnen, ja. Even kijken hoor. Ik zoek me even voor je op. En natuurlijk heb ik die niet opgeschreven. Ek en Psyduck. Even kijken. Ik legde mij neer bij de... Je had Psyduck. Ik legde me weer bij de Ekans. Toen was ik aan de beurt. Toen was jij aan de beurt. Ik ben weer aan de beurt. Ja. Oké, even wisselen. Want dit gaan we niet doen. Gelukkig is volgens mij Pursuit nog niet echt een heel groot ding in deze game. Nee. Volgens mij valt het ook wel mee. Nee, Eevee, dat grote gat in de muur had ik nog niet gezien. Nee. Zo. Even kijken. Even healen en dan gaan we weer door. Nou, dankjewel voor Dick. Dikkie hole. Ja. De dikkie hole. Ratikati. 1, 2, 3, 4. Ik heb al een beetje gekeken wat op de volgende plek is. Dus als we geluk hebben, kunnen we een pair maken. Oké, en wat zou die pair dan moeten zijn? Een Jigglypuff. Ja. Een Growlithe. Ja, Growlithe is vuur en ik heb al een Charmeleon. Oh ja. En een Abra hebben we ook nog. Oké. Route 5. Pidgey konden we al krijgen. Jigglypuff. Oké, dus het beste zou zijn als ik een Abra zou krijgen, maar die is wel pittig. Ik moet echt even anders gaan staan als ik wil gaan gooien, want... Huh? Nee. Hij pakt hem echt niet lekker.
Oké, Jigglypuff is binnen. Oké. Hoop op Abra. Ik zal voor je kijken hoor, maar even. Wat heb je allemaal te... Oh nee, ik zie het al. Het is geen Growlithe, voor ons is het de Vulpix. Vulpix? Chansey. Chansey? Ja. Chansey is ook nog een optie of kom je Chansey tegen? Die kom ik tegen. Oeh. Maar ja, eerst normal en dan is drie keer kut. En ik moet hem eerst nog zien te vangen natuurlijk. Daar is inderdaad ook nog een klusje. Oké, change name. Wat is een goede naam voor Jigglypuff? Annoying? Kut. Hij is geliefd. Oké, geen Jigglypuff. Nou ja, dan valt hij ook niet onder Doops Klas, dus... Dat is waar. Maar dit hadden wij niet afgesproken, Milan. We zouden alles vangen wat we tegen zouden komen. Ja, helaas. En de volgende encounter was een Vulpix geweest. Godsamme. Even kijken. Dit huisje, dat is... Daycare. Nou, dit zit niet echt in deze game, toch? Of wel? Nee, ik denk alleen voor levelen. Ja. Ik kan geen eitjes maken. Nou ja, kan wel. Maar dan moet je wat speciale dingen gaan doen met de game. Ja, precies. Nabanap Berries. Ik zie onze rivaal. Het is onze rivaal niet. Die gozer stelt niks voor. Nee, dat is waar. Oeh, ik zie er nog een Pokéball liggen. Die moet ik even pakken. Precies achterin, hè? Yep. Ja, deze revives gaan me echt helpen bij de volgende gym. Echt. Volledig. Hij kwam echt eng dichtbij, jongen. Mm-hmm. Met zijn revives. Oh, dat is een Eevee. Oké. Nou ja. Wellicht dat ik er nog ooit wat mee kan. Ja. Wat een geouwe hoer zeg. Jezus. Wacht even. Meneer, u staat hier zo mooi. Niet relevant. Een repel waar we ook nog niet zo heel veel van hebben. Altijd nu aan die bike rode moet ik weer denken aan de trailer toen deze game net werd geannounced. Twee characters naast elkaar, over de lijnen heen. Oh, lol. Ik kan me dat niet eens herinneren. Nou, ik moet even hier wachten, want het is Milan's beurt. Ik ben even nog geheime items aan het oppakken in de tunnel. In de geheime tunnel? In de geheime tunnel. Geheime tunnel. Wat is dit? Dit is een leur. Wat een geleur. Ja. Oké, let's go. Oké. Welke Pokémon mag ik hier vangen? Dat is een zeer goede vraag. Rattata, die heb ik al. Oh, dat is een trainer. Ik moet tegen een trainer eerst. Goed bezig. Pokémons. Wat is op deze route te krijgen? Ik ben bezig, Dionne. Vulpix, Jigglypuff, Psyduck en Abra. Jigglypuff en Abra dan maar. Of Vulpix, maar Vulpix kunnen we dan niet gebruiken. Nope.
Het voelt zo leem om Eevee te gebruiken, zeg maar. Want die one-hit kill alles. Ja. Ach ja. We hebben hem nu eenmaal, tenzij hem dood wil laten gaan. Nee, laten we dat niet doen. Nee? Er zijn grenzen. Ik wil ook goed lijken een keer. 5 minuten later. Ja, Jordi, we hebben een team wipe. Oké. Okay. Nee, oeps. Oké, okay. De sailor is verslagen. Zo. Elijah. Wacht, evalueert hij nou of niet? Zijn nou Elijah? Of iets anders? Die gast heet Elijah. Ah, oké. Okay. Oh, de Vulpix is die van mij. Nice. Dan maak ik deze trainer even af en dan ga ik ook even rondkijken. Wat hebben die Pokémon's opeens, jongen? Ja. Ja, dat ze allemaal niet in de bal gaan. Nou. Het is weer zo'n dag. Zit hij nog steeds niet in, of... Ja, ik heb de Vulpix inmiddels. Oké. Okay. Nou, dan ga ik even zoeken. Dus of een Abra, of een Jigglypuff. Ja, oké. Okay. Ja, niet dat het heel veel uitmaakt, want we kunnen toch niet eens stoppen, want jij hebt nog steeds Charmeleon. Yep. Even kijken. En ik denk dat jij veel liever die Charmeleon behoudt. Dat denk ik ook wel, ja. Oh nee, die heb ik altijd anders. Nou ja, als het toch niet uitmaakt, ga ik wel rondkijken. Als ik een leuke pair zie, denk ik van, oké. Okay. Even kijken, in mijn bag. Leiden. Veel picks en weer in een Jigglypuff. Mooie pair. Nou, dat is zeker een mooi pair. Kijk, zou ik de rest van de trainers hier ook maar even gaan verslaan? Want... Nou, voor levels hoef je niet te doen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik denk dat ik dan maar gewoon doorloop. Hier moet ik alleen een dubbel battletje doen, denk ik. Of is het een single? Ja, het is een single. 1, 2, 3. Godsamme, Jigglypuff. In de bal, jij. Nope. En flat. Rip. Nou ja, dan is die Vulpix weer... mochten we die ergens anders een keer tegenkomen weer te gebruiken. Ja. Toch? Ja. De Vulpix is nou gewoon een wasted encounter. Alleen je hebt geen dupes class nu. Nou ja, dat bedoelde ik. Ja. Dat bedoelde ik ook. Als jij straks een Vulpix tegenkomt, dan kan je die gewoon vangen, zeg maar. Ja. Dan ga ik die heel even releasen. Misschien is het volgende stuk iets beter. Krijgen we nog een snel snoepje van. Oh, ik zag een Abra, maar ja. Ja, ik ook net. Pokémon Center. Zo, ja. Wil jij eerst SSN doen of wil je eerst een encounter in de Diglett-tunnel? Laten we eerst maar rechts kijken. Oh, rechts kan ook. Daar kan je Drowsy vangen, toch? Ja, een Drowsy. Maar ik ben ook meer benieuwd van of er nog iets speciaals is in Diglett, Trio Cave. Het is goed, alleen maar Diglett en Trio's. Zubats. Ah, oké. Okay. Had een van ons niet al een Zubat? Ja, iemand van ons heeft al een Zubat. Ja.
Maar dan heeft iemand een Zubat en iemand een Diglett. Dus... Of we kunnen beide voor een Diglett gaan. Dan moet één iemand of laten veranderen naar een Alolan Diglett. Ja, dat kunnen we doen. Dus beide op zoek gaan naar een Diglett? Ja, laten we dat doen. Ga ik nu de Diglett Cave in. En laten we hem ook gewoon... Ja, hier is een Diglett. Laten we hem ook gewoon direct even doorlopen. Daar halen we ook even meteen die HM op. Dat is goed. Hey, heb jij enig idee waar je de Diglett kan omruilen? Voor mij Lavender Town. Oké, dus we moeten hem nog wel even boksen, zeg maar. Mm-hmm. Zo, Diglett is binnen. Ik denk dat hij gaat flatten. Zo, oh, ik kan hem nog een keer gooien. Jee, ik heb hem. Mooi. Nou, ik heb... Blueberry heb ik al, dus deze noem ik Raspberry. Oké, Raspberry, hartstikke mooi, maar jij gaat nu de box in, want wij doen met types. Dus opzout jij. Jij bits. Change name. Die Jigglypuff van net ga ik gewoon even naar de professor sturen. Ja. Zo. Nou, ben ik ook klaar. Oké, dan lopen we de tunnel even door, hè? Kan niet. Nee? Eerst de Vermilion City Gym verslaan. Echt. Wil je dan eerst nog hier rechts? Eerst rechts. Want ik wil toch een keer een pair gaan maken, hè. Oké. Nou, Diglett was een beetje gelijk. Jij had net de Vulpix als eerste, dus ik ben nu als eerste weer aan de beurt. Ja. Een Rattata, of tenminste een Raticate hebben we al gehad, dus... Pief, Drowsy. Kom eens hier, Drowsy. Nou, ik zie hem. Nu is het alleen de vraag om hem te vangen. Ja, oké. Maar dan kan ik nu gaan kijken wat ik eventueel zou kunnen. Dit is een super potion. Ik wil niet in een trainer lopen, eigenlijk. Nou, first ball zit hij erin. Oh. Dit is een Pidgey. Nee. Nou, ik heb gewoon een hele mooie naam ervoor. Kan ik wel even kijken wat jij nog meer kan vangen hier? Ja, doe maar wel, want ik heb geen idee of er nog iets te vangen is wat geen dupe is. En waar we een ding mee kunnen maken. Ik zal voor je kijken. Moment, Pokémon. Pidgey, Pichotto, Rattata, Raticate, Drowsy, Mr. Mime. Respawn is Chansey. Wat je ook kan doen is als je een Rattata tegenkomt, zometeen even teruggaan naar Cerulean en wisselen voor een Alolan. Ja, want ik heb nog geen Rattata, hè? Voor mij had dan jij nog geen Rattata. Nee, dan kan je Dark maken. Dan hebben we Dark en Psychic. Ja, en die hebben ze dan nog niet. Maar niemand van ons heeft nog een Dark en niemand van ons heeft nog een Psychic. Nee, precies. Nou, hopen dat ik... Ja, Rattatatje. Ja, hoppatee. Mr. Mime was ook leuk geweest, maar dan hadden we gewoon de tapping omgedraaid van... Hey, het is een ferry. Ja. Was ook niet erg geweest, maar hey, dit kan ook. Precies. Dan ga ik wel even meteen terug. Ja, lijkt me veel beter als je even direct teruggaat. Dan mag dan weet jij of, jij of de level dan hetzelfde blijft waarvoor je hem ruilt? Denk het wel. Oké, nou. Nidoking, waarom doe je dit nou weer?
Even zichzelf raken in Confusion. Dat kan toch niet? Nee, wat een bitch. Parara, parararara. Ja, banana is goed. Banana! Banana! Oeh, banana. Ja. Even nakijken, wat is dan de volgende... Oké, in het Pokémon Center? Ja, links. Heb jij een Rattata? Ja. Wil je mee een Rattata? Ja. Slaat dit nergens op? Ja. Ja, inderdaad. Wat een onzin. Oké, Pokémon Center. Even healen. Oh. TM-case. Ik had dik en ik had nog niemand dik geleerd. Dus. Nidoking. Nee, hij is gewoon 4 levels lager. Nou, het is getraind, hè, dus... Je krijgt wel extra spul ervoor. Drowsy, wil je dat niet doen met die vingertjes van jou? Hij doet piano spelen. Ja. Oh, hele snelle piano spelen. Oké, hebben we dat klaar? Zo. Dan ga ik hem even een naampje geven natuurlijk. En dan moet ik nog helemaal teruglopen. Maar ik denk dat ik er gewoon tussen de afleveringen door doe. Want we zijn bijna klaar met deze aflevering. We zijn er bijna, ja. Even een naam voor... Oh, huh? Je kan de naam niet veranderen van een trade Pokémon. Nou, ik kan het alleen maar Sword and Shield waar je het kon. Huh. Ja. Nou ja. Senior had. Precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken. Die staat in de beschrijving. En tot de volgende keer. Adios, amigos.